on the back, look like Matt sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Brede, brede, omhoog, omhoog. Yippie-ka-yay, motherfucker! Oh, yeah! Daar zijn ze dan. En niet let's samen, do this! Oh, is het een beetje overdreven? Yeah, do this! Let's do this! Jelly, oh. Jelly! Ja, ik wou net zeggen. Een beetje overdreven misschien, toch? Ja. Als je zo begint, toch? Let's do this! Yes, wij zijn er aan. Grebbelkop en jelly! Ja. Hey, wij gaan voor jullie FIFA spelen. We spelen altijd samen, maar nu gaan we een keertje kijken wie er nou eigenlijk echt de beste is. We gaan tegen elkaar spelen. Kan ik wel heel snel raden. Ik heb zo'n voorgevoel dat ik nog wel de mindere ben, hoor. Ja, oké, okay, maar dat zegt niks, want het blijft FIFA. Ik zeg toch, FIFA, ja, ik ga vet verliezen. Nou, dat weet ik niet. En we hebben Fish heeft eigenlijk alleen maar tegen mij gespeeld en haar de game aan gespeeld had. Ja, oké, okay, dat is wel zo. Maar ja, ik heb wel Messi natuurlijk. Dat, Ja, hij heeft een iets beter team gezien, want ik heb -2 qua aanvallen, middenvelden. Middenveld heeft hij ook een puntje beter, maar ik heb verdediging weer een puntje beter. Ja. Waardoor het gewoon net even iets... Maar je hebt wel één hele snelle. Ik heb Arjan. Arjan! En we gaan beginnen, ik ben gereed. Yep. Oh. Wie speelt thuis? Nee, je moet je tenue alleen sorteren. Oh. Ik speel in het zwart. Ja, die daar, ja? Ja, ik vind het wel mooi. Dit vind ik mooi. Zo, ja. Contrast. Oké. Okay. Oh, ik speel een heel rare opstelling. Oh, dat is natuurlijk... Wacht hoor, dat ga ik wel veranderen. Maar hij klopt wel een beetje. Suarez in spits, Messi. Zal ik Messi in spits zetten? Wat speel ik dan voor opstelling, man? Hé, ik heb Messi in spits, klopt dat wel? Nee, Suarez in spits? Nee. Nee, hè? Nee, mij niet. Ik ga 4-3 spelen. Zo. Ja, maar ik ga wel... Oh, wacht. Oh. Ik heb gewoon hier Suarez en Messi... Hier ben ik er van. Omgedraaid, denk ik. Dat klopt geen reet van mij. Robben wil ik gewoon op rechts hebben. En Ribéry moet gewoon op links. Lewandowski moet voor Müller spelen, zo. Ik speel 6 minuten wedstrijd, zo. Dat is altijd, toch? Dat is gewoon standaard, toch? Ja, dat is standaard. Oké, okay, ik ben klaar, jij? Ik denk alleen Messi en Suarez toch omdraaien? Verder klopt nee, het wel een beetje. Messi speelt niet in de spits. Messi speelt vanaf rechts. Oh, nee, spits. Klopt. Weet ik niet meer, hè? Nee, Suarez rechts. Links Neymar en midden Messi. Messi is spits. Dus het klopt toch nu wat ik nu gezet heb? Niet, dus, nou, ik zie, ja, hij nou, dat is expres gedaan, hè? Ik zie dat niet. Oh, ja, hij stond... Nou stond Suarez in spits, Messi op rechts. Dat is niet goed. Nou, maar niet vanuit, jongen. Ik weet toch. Nee, hoor. We hebben dus nooit tegen elkaar gespeeld. We hebben één keer gespeeld op een event. Dat was toen de FIFA-toernooi. Dat Fish nog nooit gespeeld. Toen word ik 2 keer in verlenging. Toen won hij wel, ja. Het verlenging. En ik won 8-0 toen we even gas gingen geven. Maar laat ook weten als jullie... Oh nee, wacht. Dit doen we niet online, Fish. Dit. Nee, weet je niet. Knip ik. Nu wel, okay. Nu dit. Oké. Okay. Dat moet ik dus knippen. We hebben dus een keertje, al gespeeld op een FIFA-toernooi. Ja. Tegen elkaar. Ja. Dat had Fish nog nooit op de PlayStation FIFA gedaan. Dus ja, dat is wel heel wat. En nu, dus wel. En we gaan kijken. Oh my god. En als jullie meer willen, dit hè, moet je goed liken. En dan willen jullie misschien wel, gaan we wel doen dat Fish en ik tegen 2 subs gaan spelen. Dat soort dingen. Ik ga sowieso ook subs spelen. Wacht even, Fish. Oh, mijn cam stond niet goed. Nou ja, gaan we wel. Je bent toch knap genoeg, toch? Doe geen glitch. Doe die glitch dan. Nee, ik ben niet zo... Hé? Dat is een glitch, hoor. Wie staat er voor? Niemand? Hallo? We hebben Arjan. Oh, ik heb helemaal die controller even niet meer gegeven. Ik ben met z'n tweeën, ik speel nooit alleen, dus ik weer. Ja. Wat is dat voor eetbal? Van Fish, doe dan wat. Ja, snelle oh. Hé, hé! Dat was ja pretty nice. Oh! Oh! Defensieve actie en het spel gaat de andere kant. Waarom kreunen we alleen maar? Oh, oh, oh! Wat doe je? Ja, dat is echt Ajax-stijl dit. Brietje Breinaald weer hoor. Wat doe je? Wat is dat nou? Wat mannetje doet helemaal geen reet? Nee! Oh, oh! Verkeerde stap! Verkeerde stap! Sweetie! Nee! Dat is niet! Nee, ik word een geit. Eén sweetie. Ja, maar ik ben helemaal niet meer gewend, jongen, deze controller. Sweetie. Wat een controller. Ik ben die controller niet meer gewend zelfs, zeg sweetie, gewoon. Sweetie. Waar is dat nou? Wie scoorde? Andreas Müller! Nee, hoe heet die ook weer? Andreas? Hoe heet die Müller eigenlijk? Maar ik ken vroeger een van de vroeger de Müllers. Oh nee, ja, Müller geeft hem. Levan Flopski. Ja, dat was wel sweetie. Ik zag geen sweeties meer, ja. In een beetje, in een beetje. Ah, dat Ajax-spelletje ook van hem, hè? Hij komt wel erheen, kijk hem! Oh, Blokkie. Nee. Blokkie. Hè? 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 Maar mannetje komt er gewoon door. Wat? Kom op nou.
Robben. Houdt die bal bezit? Ja, maar iedereen staat nog niemand! Oké. Okay. Bedanken namens alle commentatoren dat ze verhuisd zijn naar het Olympisch Hup. Stadion. Oh nee, ja, die kan ik niet bijhouden nu. Ver van het veld weg met die nee! Het was echt ultra, ultra scheef gepaast. Ja, maar dat slaat er wel nergens op, toch? Ik spreek het al over. Oh nee, nee, jij tikt niet, gelukkig. Dat scheelt weer. Nee! Loppie, heb je koppie? Wat nou, Loppie? Ik kon daar niet goed bij. Loppie. Nee! Kom op nou, sneller lopen dan naar voren toch? Oh nee. Nee! Tuurlijk wel, goed stap jongens. Scheidje. Gewoon buitenspel, niks aan de hand. 1-0. Wat is dat voor bal? Hé! Nou, wat doe je? Nee, dat doet niks. Mannetje, gewoon aids, lepra, gewoon. Arjan! Nee! Die speelt niet tegen Noma, die is online. Die speelt tegen die kiet. Chevenel. Nee, wat heb je moeten zeggen? Ja. Ik heb trillende handjes, hè, Rien? Nee, helemaal niet. What the fuck? Even een hakkie. Hakkie natuurlijk. Tita! Nee. Sergio Busquets. Oh, is geblokkie. Hè? Oh, wat deed je? Wacht wel. Scoren? Wat laat die scheidsrechter? Ik wacht er gewoon een vlaggetje hoor. What the fuck? Maar dat was toch buitenspel? Nee, natuurlijk niet. Het was gewoon een ideaal, gewoon een heerlijke geile steekpaas. Gewoon dwars door het midden van jouw hele tyfusverdediging. Maar waarom schoot je zo zacht? Ja, maar dat deed die mannetje automatisch. Het was trouwens zacht. Het staat natuurlijk nergens op. Het zag er ook zo eng uit, die bal in de paas. Zo traag. Dat is ook het ergste nog. Dat hij zo traag gaat. Nee! Kijk, dat kan toch niet waar zijn, dit? Dat kan toch niet waar zijn? Niet kloppen. Hey, hallo, waar ligt mijn mannetje daar? Schrijf. Ja, wat deed hij? Ja, wat deed hij? Hij ging gewoon liggen, hè? Ah, aids. Oh, nu hakkie. Dat weet ik veel. Robin heeft hem. Wat is dat nou, Arjan? Mag ik gaan proberen met een ingooien. Ik sta gewoon achter. Waarom lopen dan mensen wadden met mij, nu al? Omdat je oud bent. Hey! Wat is dat nou voor bal? Buitenspel. Nee, dat was geen buitenspel. Oh, dat was een hele grote bal. Kom op. What the fuck, ouwe lul daar op middenveld. Wie dat ook al is. Zo. Hey! Nee! En hij gaat er door het midden in. Leeuward Flopski! Hij gaat op de paal. Toch 1-1. Dat is wel een heel andere situatie dan de wedstrijd, zeg maar. Nee, het is Ribéry. Ribéry. Ik druk het weg, hoor. Is het Ribéry, ja? Ribéry. Jij mag teams kiezen. Jij zei, ik wil Barcelona. Hij wel een mooi balletje. Oh, kijk. Ja, door het midden. Kijk, hij is wel... Lekker gekiept. Ja, die keep was niet lekker bezig. Bravo. Geen bravo voor bravo. Messi had hem. Nee, wat is dat nou voor? Oh ja, als die erin ging, dan kwit ik hem. Als sta ik voor, ik kwit hem hoor. Nee hoor, dat is wel beter, gewoon door die bal te paal, dat wel. Maar dat is kut, het is met FIFA. Je drukt gewoon keihard, maar dan gaat gewoon heel zachtjes die bal van jou de paal. Ja, nee, wat is het nou? Waar staat je mannetje over nou, godverdomme? Dan schiet je net dat jij balans is of zo, dan schiet je als een kutje van zo'n staart. Ah, jongen, kom op nou. Nee, niet te hard. Goed gezien. Hè? Huh? Oh, bij het spel. Hè? Huh? Ja, goed gestapt. Je Benzema. Nee, dat kan niet, Paul! Wat gok ik het ook? Messi. Nee! Kippie! Kom op nou! Nee! Hey! Wat doe ik? Wat doe ik? Godverdomme! Het staat helemaal nergens op, toch? Dit staat helemaal nergens op, toch? Ik kop er zelf op de paal, man! Ja, hè? Kom op nou, zeg! Oh. Ik kopte hem op mijn eigen paal. Die bal kon hij niet. Tuurlijk, deze keeper. Hup, ja, tuurlijk. Oh ja, natuurlijk. Eén mannetje staat er in het veld. Wat doet die nou? Robben heeft lepra. Die heeft nog helemaal niets goed. Oh, kut. Oh, sneaky. Je weet dat ik met die cam zit te kutten. Dat is jouw probleem. De paas
is goed. Ja, en nu? Kom op nou zeg! Ik verdien wel één doelpuntje. Eén doelpuntje mag wel, hè? Ja, maar, ja, je hebt wel een doelpunt. Ja, dat... Anders gaat het buiten mijn doelpunt, hè? Buiten mijn twee goals. Jezus, mensen! Oh ja! Wie staat daar nou ineens? Oh. Robben laat zijn beste spel zien. Wat een actie. Oh, schijt! Dat was niks. Wat zeg een robbertje dat, hè? Spalbertje, hoor, een robbertje. Nee. Wat doe je? Mag één? Ja, gewoon tikken. Het moet toch wel? Er staat toch niemand voor, hè? Mijn hele verdediging. Iedereen was in de verdediging. Tot. Wat is dat? Wat is dat voor bal? Oké, dankjewel. Wat deed Müller nou? Hé, wat? Oude doorplul, pak die bal dan aan, toch? Dat doet iedereen, toch? Of niet? Dat kan ik zelfs. Ja, zelfs visie, hoor. Het is visie. Oh, eet bal door het midden. Oh, ik spel ook heel slecht, moet ik zeggen nu. Je had ook aan het kunnen hebben, hè? Oh, scheid. Hij neemt hem. Oh, waarom loop je hem niet, joh? Ik liet de keeper komen, je weet het. Over de achterlijn, dat is wel een kans, hè, Lionel. Lionel Visie. Wat is die keeper aan het uitkomen de hele tijd? Ja, rustig. 2-0, ik vind een lekkere stand. Geflatteerd, maar lekker. 2-0. Het klinkt linisch. Om 2-0 gaan heb ik oké. Nee, 4 schoten, ik 3. Dus ja. Ik heb meer balbezit. Ja. Effectiviteit is ook belangrijk. Bayern München trapt af voor de. Ik ga gewoon tijd trekken, joh. Wacht in. De kleedkamer nee, tegen zijn spelers gezegd heeft. Lewandowski. Robben. Robben, je kan echt helemaal niks, Robben, vandaag. Messi gaat doen het goed bij jou. Hij scoort dan wel. Nee! Nee! Wat is dat voor bal? Ik wou hem voorgeven, toch? Arjan! Waar blijf je nou? Wat is dat voor bal? Wat is dat voor bal? Weer twee... Oh, nee. Nee. Wat gaat de scheidsrechter hier mee doen? Overtreding? Helemaal niks mee doen. De scheidsrechter doet helemaal niks. Vrij tap mee. Ja, gaat gekke ding doen. Zie je aankomen. Ik zeg het nog! Ik zag het gewoon. Die beweging extra. Oh. Mooie kans. Nee! Schieten! Oh. Mila, die kan er ook in, hè, Mila? De keeper mag hem dankbaar zijn. Wat gaat hij doen? Nee! Dit is niks! Sjoe. Nee. Nee, dat wou ik helemaal niet! Niet? Nee, Paul. Oei! Nee! Lekker, dankjewel, Paul. Ik twijfel al. Huh? What the fuck? Oh, dankjewel. Ik doe er ook weer niks mee. Ik doe ook helemaal niks met die bal weer. Nou. Wat doe je nou? Nee. Wat? Nou, ik fucking hell, kom op nou zeg. Oh, dat is lekker gedaan dit. Countermogelijkheid. We loppen. Oh, nee, lukt er niet. Zeg mijn billen aan. Wat gebrei, je brein haalt. Oh. Nee, die tikken op. En Robben? Ik weet niet wat hij gegeten heeft, maar... Geef hem! Nee, niet zo bal! Nee! Dat is een kut goal, hé. Dat geef ik toe. Maar ik heb ook kansjes gehad, ouwe visie. Ajax school, hè. Visie komt ook van de Ajax school. Nee, maar dit is echt... Open kans kunnen creëren, maar die bal nog even terug naar de rechter linksback spelen gewoon. Ja, maar dat doe ik toch niet. Dat was niet de planning hoor. Ah, dat is ook FIFA. Of de joypad, maar in ieder geval iets. Hé, hey, schijt! Geel, rood? Rood! Nee, toch? Rood. Dat is geen goede kleurvisie. Waarvoor krijgt hij rood dan? Lood is schijt. Ik vind het goed gefloten gewoon. Zit iemand weer Facebook met te bellen? Ja, het is rood. Zal ik nou nog even in de kruising poeieren van een onmogelijke afstand? Nog even, dus een extra smetje. Oh, wat een kut goal zeg! Is ook lekker verdedigbaar dit, hè? Oh, het op doel! Het enige wat ik goed doe.
zogenaamd, wat dan de skill is. Ik druk gewoon 80 keer op een rondje nadat ik gewoon die bal geschoten heb. En ik kop hem. In echt zou het een wereldgoal zijn zo doorkomt, maar ik doe maar wat. Ik druk gewoon een rondje 80 keer. Ja, het is gewoon slecht verdedigd. Welke verdediging? Welke verdediging kan ik opzetten dan? Ja, je hebt toch 10 man? 9 man en een keeper nu, hè? Kijk die ruimte daar, zie je? Je mist een mannetje daar, die kan. Nou, je mag niet met 10 man scoren, dat is lullig. Eetsbal. Robben aan de bal. Ribéry. Hij is er door. Buitenspel. Een kans. Hij krijgt hem. Paal nou loppen, dat lukte niet. Nee, hij was geen buitenspel. Dat zag ik echt hoor. Kom op nou, we gaan mannetjes niet ervoor. All out attack, jongens. Weet jullie dat? Speel je als een aanval, ja? Ja, tuurlijk. Dat is zo kut. Nee, ik heb de bal toch. Kom op. Ik ga zoveel kansen krijgen voor de keeper. Dat is de eerste. Gaat hij scoren en nu door. Oh, holy motherfucking loo. Ja. Ik heb verwacht, ja. Nou, Leidersweg is begonnen, jongens. Dat is echt stoepen. Dan klikken mensen niet weg. We doen gewoon een event sowieso. Nou, want dit is spannend. We gaan wel door natuurlijk nu. Maar dan moet ik bijvoorbeeld zeggen welke club ik moet spelen en welke vis moet spelen. Bijvoorbeeld dat ik echt met Azerbeidzjan, de F9 van Azerbeidzjan moet. En hij gewoon bijvoorbeeld met een beter. Dat is het leuk ook. Maar niet dat het verschil is zo groot door die rode kaart. En jij hebt natuurlijk voor rust echt vakantie gehad. Ik heb ook vakantie gehad. Jezus, mensen. Dat was niet goed voor de visie. Wat doet hij nou? Ja, Robben. Echt een Nederlandse school weer, hè? Terugbreien. Oh. Hey. Wat doe je? Ja, weet ik wel. Ik wou hem eerst doorrollen naar die Nee, maar oké. Okay. Als je scoort, heb je wel je eer gered. Dan hebben we 10 man. Kom op. Ja, maar kom op. Oh! Wat een naaie steek. Let op, wacht even. Is. Oh, nog een lopje aan het denken. Oh. Alles lukt ook, hè, met Müller. Hey Müller, laat doet ik het goed. Die rode kaart is nu, maar die ging de keeper bij mij. Maar ik kom nog loppen, hè. Ik ging de keeper voorbij, en toen was nog loppen. 5-0. Ja, maar dat komt er ook. Jij kan toch gewoon, je gaat alles niks bekijken. Hup, en hier lop ik hem. Nou, die is ook weer overdreven. Maar jij schiet hem op de paal naar, waarschijnlijk. Ik heb 2 keer op de paal geschoten. Hey, jij 1 keer en ik heb op de paal gekopt op mijn eigen goal. Hè? Nee, ik heb 2 keer... Maar het was mijn eigen goal geweest. Ik kopte hem zelf op de paal, dat was het erge. Oh, oké. Okay. Kijk, als je gaat editen, ik kop hem op de paal. Nee, kom op nou! Jezus mensen, wat een... Ja, ik kom er niet meer uit. Er zit totaal geen systeem in de verdediging. Ja, lekker voor die man! Vrije trap? Wel. Hij zegt voor Bayern München. Ja, ben je dat? Ik hoor Bayern München, hoor jij het ook? Ja, nou, ik niet. Je verwacht al een penalty natuurlijk gewoon, niks alweer. Oh, die heeft die ruimte, dan gaat hij geen toe. Wat is dat voor eetbal? Zijn klein toch, Barcelona is klein. Het zijn echt Ajax-stijl, maar kleine mannekes. Robben! Dit is echt verschrikkelijk, die wint tegen de hele wedstrijd, het is eentje. Dat is enig, hè? Dat is helemaal geen winst. Ik ga voor doel. Punt. Nou, kom op nou, jongens. Oh, ja, dat zag ik aankomen. Oh, nee. Oh, ja, dat, oh. Sweetie Leijer. Sweetie Leijer. Dit is geen Sweetie. Jawel. Dit is gewoon... Jawel, dit is Sweetie. Ja, weet ik. Maar dit is gewoon voetbal. Het echt zou de wereldgoal zijn. Als je echt goal slaat had, nergens op dat je dat tikkie nog doet. Dat slaat nergens op. Ja, maar je hebt 10 man, dus shit, alles had heel anders werkt. Oh nee, glitcher! Oh! Scheids! Kijk, kom er even bal, hè. Xabi Alonso. Met z'n 2-1-1 kan je die glitch bijna niet doen. Nee. Oeh! Oh nee, ja, ik heb een mannetje daar, ik heb een mannetje niet. Ja, die mis je echt, hè. Ja, en nu? Ik blijf wel lopen over Stomhazes. Je hebt 10 man, ik heb hetzelfde ook. We hebben het toen samen spelen ook voor FIFA. Als je 10 man hebt, word je helemaal weggespeeld. Vooral als je achter staat, ook nog. En als niks gaat spelen, ja dan. Ja, kom op nou, ik krijg het balletje net niet mee ook. Oh man. Nee. Oh, ik dacht niet uit te gaan, ik zei het letten. Hé, kom op nou, scheidsrechter, Hens! Nee, ja, je tikt hem toch tegen mij aan, dat kan ik natuurlijk. Oh ja, tuurlijk, ja, tuurlijk. Houdt hij het hoofd koel? Scheids! Oh! Ik ga voordeel. Nou. Ja, maar die Müller is echt.
Oh, pak die eretreffer nog eens. Ja, maar ja, ik wil er doorheen, maar ik kom er niet meer doorheen. Verder dan het middenveld. Ja, en nu? Het doet die nou, die Lewandowski. Zo'n lompe lul. Ja, is dat wel gelijkwaardig, tweede helft dus ja. Gelijkwaardig, kijk. Oma. Ik krijg een kutdoelpunt tegen me, jouw sweetie boy. Vervolgens ja. Maak ik gewoon 1-1, zeg maar, op een of andere manier, niet. Oh. Kom op, daar schiet toch al! Ik druk dat knopje al 80 keer eerder in. Dank wel. Fuck jou, fuck. Dank wel. Wel een revenge doen. En we gaan ook misschien dat ze volgende keer zeggen, jij met een sub en ik met een sub. Dat is ook leuk, dan heb je geen hulptroepen. Maar wat een wedstrijd zeg, 6-0. Maar hij was wel geflatteerd. Robben is trouwens, hij heeft nog wel gescoord Robben. Ik dacht hij slecht speelde, man. Ah, die sweetie, die eerste was wel aardig. Zet ja om een revenge voor te zetten, wou hoor. En de volgende zoom beginnen. Nee, om terug naar online vriendschappenscherm. Nee, gewoon toch? Zo. Zo, je vond het uiteindelijk. Ja, met voorrust dat je ook vies schoot. Ja, nee, gek hè. Ik kom er niet meer uit. Ik krijg rood voor Jan met die korte afnaam. 14 op doel, hè. Oh man. Oh my god. 6-0 nederlaag. Is het uploadwaardig? Is dat gameplay? Nee, maar nee. Ik vond wel. Ik had die 1-1 moeten maken. Echt zeker. Je had met rust gewoon niet van goal moeten hebben. Ja, en ik zat met 2-0. Ja, dan ging ik maar alles of niets spelen. Dan krijg je nog een rode kaart voor niks. Waar je niks aan kan doen. Want jij... Ja, tackle van achteren is misschien niet zo slim. Maar ja, Müller heeft redelijk gespeeld. Die hebben 9,8. 9,8? 9,8, wat cijfer. Nou, mijn hoogspeler heeft Iniesta, 6,4. Ja, lekker. Suarez, okay. 5,8. Piqué, 5,4. 3,8. Oh, mijn keeper. Trouwens, mijn keeper heeft een 8,0. Ja, gek, hè? Het werkt trouwens. Doelpuntenverschil is plus 6. Je hebt echt een seizoen wat je bijhoudt, hè? Oh. Seizoen 1, de resterende wedstrijden 4 tegen elkaar. Je speelt echt een seizoen tegen elkaar. Ja. Oh, dat is een kunnen van seizoen tegen elkaar is het eigenlijk. Ja, leuk, gewoon een seizoen tegen elkaar. 6-0. Begint het min 6. Nou, thanks voor het kijken. Als je echt meer van dit gaan doen, dat de FIFA 1v1 gaan doen, moet je het liken en in de comments achterlaten. Gooi het vandaag online. En daarna je 1v1 pas van de week erop. En dan weten we wat jullie willen. Misschien zeggen jullie, doe gewoon lekker FIFA. Betrek er af en toe wat subs bij. Sowieso ga ik apart ook tegen subs spelen op, maar we vissen niks samen op twee kanalen, moeten we ook wat gaan doen met FIFA. Nou, spelen dit. Op de PlayStation voor de mensen? Spelen ja, voor de mensen die willen meedoen op de PlayStation, handels, de meeste mensen spelen op PlayStation. Wij spelen natuurlijk liever Battlefield the COD op de Xbox One. Ook FIFA zou ik denk beter zijn op de One, qua controle, maar ja. We spelen helemaal op de PS4 en dat is wel handig voor alle subs, want de meeste hebben een PS4. Thanks for watching, toch? Yes! Like ook voor Visie, want hij heeft toch gewoon geprobeerd nog die 6-6 te maken nog in de laatste minuut. Bye bye! Ja, mazzel.